We hebben denk ik zeker de eerste helft, echt een fantastische eerste helft gespeeld. Het publiek stond er gelijk achter, we begonnen gelijk heel erg goed. We creëren meerdere kansen, misschien wel 5, 6 hele goede kansen. Ja, daar moeten er in ieder geval 2, 3 van in, dus je mag zo eerst zelf mag je wel 2-3-0 voor staan. Ja, dat hebben we niet gedaan. Een beetje eigenlijk denk ik hetzelfde verhaal als MVV, alleen nu spelen we denk ik nog wel een tikkeltje beter. Alleen, ja, je moet die kansen afmaken om te winnen. En, maar goed, weet je, met het spel kun je wel door en als je zo deze wedstrijden blijft spelen tegen ploegen, dan ga je 9 van de 10 wedstrijden winnen. Dat is denk ik het enige wat jullie na vandaag kunnen verwijten, dat jullie de eerste helft de kansen niet hebben afgemaakt. Ja, absoluut, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk de tweede helft ook nog een paar hele goede kansen gehad. Ondanks dat we de tweede helft wel wat minder speelden. De energie was er wel iets meer uit. Je zag volgens mij ook 4 of 5 jongens met kramp eruit gaan of kramp hebben. Ja, logisch. We hebben zoveel energie gegeven de eerste helft. En constant druk zetten, eigenlijk 43 minuten lang. Nou, we krijgen eigenlijk de 45 minuten krijgen we die goal tegen. Geheel ten onrecht, denk ik. En, nou ja, daarna pakken we het wel weer goed op naar rust en scoren. Dan krijgen we nog grote kansen. Tutorima nog een keer op de keeper af. Ja, nog een paar keer kopkansen, schietkansen, ja, weet je, en dan moet je ook een beetje geluk hebben. Maar de volgende wedstrijd moeten de ballen er wel in. Je vraagt toch soms af waarom de Graafschap niet eerder dit seizoen zoveel energie in zo'n eerste helft heeft kunnen leggen? Ja, nee, ik snap wel dat jullie dat denken. Kijk, de ene eerste helft is wel beter dan de andere. Dat denk ik logisch, dat hebben heel veel ploegen. Je zegt vaak, ja, waarom kun je de eerste helft niet zo goed als de tweede spelen of de tweede niet goed, zo goed als de eerste? Ja, dat blijft voor een raadsel voor veel ploegen, denk ik. Dat zie je denk ik op elk niveau. En, nou, het is wel fijn dat we zo moeten beginnen aan elke wedstrijd. Ik denk dat je dan elke wedstrijd bij rust 3-0 voor staat. Als je die kansen maakt, en dan maak je het jezelf heel makkelijk de tweede helft. Nou ja, goed, we kunnen in ieder geval tevreden zijn met het spel wat je zegt. En hier kunnen we wel mee door. Ja, maar probeer het eens te verklaren. Jullie waren vanaf het begin vandaag fit, scherp, zaten bovenop. Ja, wat maakt dan het verschil met die andere wedstrijden? Ja, wat ik net zeg, het is heel moeilijk te verklaren, denk ik. Het is natuurlijk wel tegen Go Ahead. Het is wel een wedstrijd ook waar de supporters een extra lading op gooien. Die willen echt. Die hebben natuurlijk een beetje de haat hier aan de Eagles. Maar goed, weet je, dan in het veld ben je gewoon bezig met gelijk druk zetten vanaf het begin. En zorgen dat je snel gaat scoren. Nou ja, dat zat er wel in. Maar uiteindelijk moeten die kansen er wel in. En dat is het enige wat wij ons vandaag kunnen verwijten. Is het dan een zuur gevoel dat je slechts een punt overhoudt? Jawel, tuurlijk. Het is niet, een fantastische middag zoals het zou kunnen zijn als je nog die 2-1 eruit sleept. Maar wat ik zeg, je ziet wel een ontzettende stijgende lijn denk ik in ons spel. Zeker ten opzichte van de 2 weken geleden tegen Emmen. En als je dit ziet, ja, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Nou ja, we pakken beide een puntje. Dus kijk, het is wel een feit, we verliezen ook niet snel. Dus we hebben volgens mij 9 wedstrijden 1 keer verloren. Maar we mogen ook wel eens een keer wat meer scoren. En dan gaan we meer winnen en ik denk dat we dan moeilijk te verslaan zijn.